Fietsen is niet alleen een handig vervoersmiddel, maar het is ook heel duurzaam en gezond. Deze zaterdag vieren we Wereldfietsdag. Een dag om de voordelen van de fiets te vieren en het gebruik ervan te stimuleren. Als fietsburgemeester van Utrecht kan ik dit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom heb ik in de afgelopen week meer dan 600 kilometer door Nederland gefietst. Van Utrecht via Flevoland naar Friesland en van Groningen via Drenthe, Overijssel en Gelderland weer terug. In deze video neem ik jullie mee in mijn tocht en vertel ik onderweg iets over op welke manier de fiets bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Allereerst draagt fietsen bij aan een gezonde en vitale levensstijl. Dat valt onder SDG 3, goede gezondheid en welzijn. Door regelmatig te fietsen en actief te bewegen, wordt ons hart versterkt, de bloeddruk verlaagd en neemt het risico op hart- en vaatziekten af. Ten tweede is fietsen ook een belangrijke factor voor duurzame steden en gemeenschappen, SDG 11. Fietsen stoten geen uitlaatgassen uit en dragen bij aan een schone en leefbare omgeving voor ons allemaal. Dat sluit ook weer aan op SDG 13, klimaatactie. Wanneer meer mensen kiezen voor de fiets, neemt de CO2-uitstoot af en gaan we de klimaatverandering tegen. Laten we zaterdag op Wereldfietsdag de fiets vieren, want fietsen is verbinding, gezondheid en duurzaamheid. Fijne Wereldfietsdag!